Goedemorgen en super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik zit op Blondie. Het is zaterdagochtend in de buitenbak. En ik ga vandaag Blondie dressuren. Ik heb er iets minder zin in dan net. Mijn leven wordt een soort bepaald door mijn Apple Watch. En mijn Apple Watch is uitgevallen. Dus ik ben een beetje verdrietig nu. Ja, ik ga nu rijden. Het is even lekker aan het lange teugeltje. Want in wedstrijden moet ik soms aan een lange teugel stappen en daarna weer verder. Of draven en zo. En dan is dat lastig om er weer op te pakken. Omdat dat wel oefen, maar niet heel vaak. Dus ik ben nu even aan het oefenen. Sneeuwt ook. En nou wat leuk! Het is vandaag zondag! We gaan samen op buitenrit, samen met moeders. Moeders is daar bezig. Hallo moeders. Hallo. Ik heb mijn spullen al gepakt. Die liggen daar. Ik heb ook deze dingen inmiddels. Kijk. Die reflecteren. En die kunnen dan zo om haar hoofd heen. Ja. We gaan opzadelen. Wij zijn inmiddels aangekomen in het bos. Wij, moeders. Hoi moeders. Blondie, die is braaf en luistert goed. Dus daar ben ik heel blij mee. We zijn inmiddels weer terug. Blondie zat in haar stal. Die ziet er niet heel goed. Tada! Blondie zat weer in haar stal. Nou, ik ga even opruimen en de hapjes doen. En dan zie ik jullie morgen weer. Hoi! Het is vandaag maandag. Het waait best hard. Wordt geblazen en net heeft het geregend. Dus het weer zit lekker mee. Ik ben inmiddels een tijdje verder. Het vrouwtje is een beetje bezweet. Ik heb allemaal druppeltjes op mijn hoofd. Omdat het heeft gehageld en geregend. Ik ben klaar met rijden. Ik zit er zo even in de molen samen met Blondie. Blondie is als het goed is vandaag door Daan gereden. En ja. Ik ga dan maar een broodje afzadelen. Ik zie dat Tessa lekker aan het losrijden is. Dat ziet er al heel goed uit. Ik wil vandaag weer even kijken dat we een paar proefgerichte stukjes meenemen. En elke week even kijken of we het wijk ietsje uit kunnen breiden. En even kijken of ze goed geoefend heeft aan de overgang. Draf, galop en galop en draf. Je hebt glitters. Mooi hè? Ja, wat heb je gedaan? Nou, mijn wimpers zijn er allemaal af. Dus anders ziet het eruit alsof ik net uit bed kom. Goed, hou mooi recht. Tussen twee teugels en je kuit. Aanhouden. Goed zo. En dan de druk weer lossen op het moment dat ze weer naast. Goed. Dat we ze niet leren na te geven door in die mondhoeken te rommelen. Gewoon op de druk van je hand na. Als je naar voren rijdt, dat je hand daar niet op reageert. Zo. Oké. Ga je zo een beetje aangalopperen. Om je rechter kuit houden aan de linker teugel. Ja, ietsje voor je rechterbeen, de rechter schouder naar buiten. Ook
als jij klinkt met je stem, dan weet je eigenlijk dat hij niet aan je been reageert. Dan ga je dus je stem gebruiken, dat je eigenlijk niet op je... Zo, ja. Heel goed. Zeven. Zeven. Bovenbeen lang en los. Zo, ja. Zeven. Goed zo. Goed zo. Linkerhand laag. Heel goed. Om je rechterkuit. Goed zo. Goed zo. Zitten. Denk aan je hand. Niet te veel. Zo. Ja. Kom in je arm. Kom in je arm. Laat je volgende. Ja. Om je rechterbeen. Op links naar geven houden. Zo. Je rechterhand mag niet meedoen met je lichaam. Goed zo. Been weer lang. Been lang. Zo. Bij de beide reactie. Net even een keer zo'n hele vlugge voor de singles. Zo, ja. Rustig in je lijf. Rustig, geef niks, geef niks. Opvang in je zit. Om je rechterkuit. Dat is weer een fase nu. Dat paard gaat zichzelf ontspannen. Die gaat haar lijf gebruiken. En ontspannen en wat luier. Nou ja, zeg ontspannen en lui, die zijn een beetje verliefd op elkaar. Maar we willen eigenlijk dat ontspannen lui gaat vergeten. En dat hij wat meer gaat vriendjes worden met aan het been zijn. Dus energiek of actief, zeggen we dan altijd. Maar wel ontspannen. Dus dat is, vergt nog meer van jouw hulpen, van jouw consequente hulpen. En ook weer kunnen ontspannen als het goed is. En ook van haar lichaam. Want zij moet meer dit gaan doen in plaats van dit. Goed zo. En dit is overdreven, hè? Dat doet ze niet. Maar... Is dit een normale fase waar ze nu in zitten? Ja. Of is dit gewoon iets wat bij Blondie zo ook gebeurt? Het is natuurlijk ook een beetje de merrie. En we gaan een beetje richting het voorjaar. Dus dan worden de merries iets minder gevoelig op de buikstreek. Die denken dan meer, ik heb vandaag toevallig net een beetje jeuk hier. Even geen, niet zo heel veel zin vandaag. Dat is meestal een beetje hormonaal, kan dat zijn. Maar dat geeft niet, want dat is normaal, hè? Want we gaan naar het voorjaar. En je krijgt nu steeds makkelijker en sneller die... Oh, braaf, dat was een schaduw. Ontspanning. En ontspanning en luiheid zit heel dicht bij elkaar. Dus dat is nu weer de volgende fase. Die ontspanning heb je nu. En dat we dan daar die energie kunnen opwekken. Zonder dat het gespannen wordt. Want een tijd geleden hadden we heel veel energie... Maar dan ook zo'n pony. En nu hebben we een pony die zo is, maar die wel nog steeds die energie moet gaan opwekken. En dat is weer een nieuw stadium. Dus we zijn weer naar een volgend stukje, een volgend puzzelstukje gaan we nu opzoeken. Maar dat puzzelstukje moet aan twee kanten plakken in plaats van aan één. Dus het is eigenlijk een ingewikkeld stukje. Ja, eigenlijk wel. Niet het makkelijkste in de training van ponies en paarden. Nee, zeker niet. Zeker niet. Want je moet ze dus toch leren actief te worden zonder dat je constant been geeft of constant tikkies met de zweep. Maar dat ze leren los in de lijf meer uit zichzelf te lopen. Ja. Dat valt niet mee, de paard rijden met jou. Nee. Maar anders had het wel voetbal gegeten, als het makkelijk was. Ja, precies. Even los naaien. Dan gaan we 7 uur aan de gang. Inmiddels zijn Blondie en ik klaar. De les ging echt heel erg goed. Jee. Ze gaat nu samen een half uurtje met Frona in de molen. In het paddock. En dan ga ik mijn spullen opruimen. Frona nog een hapje geven. En dan gaan we naar huis toe. Het is vandaag donderdag. Ik heb mijn dekje gepakt. En Blondie staat gepoetst in haar stal. Oh jee, er komen mensen. Heel eng. Dan ga ik rijden. Want het is donderdag en dan hebben we springles. Hoi, zo. En meteen weer kijken, hè, Tess, dat ze wel aan je been is. Niet omdat ze hard hoeft, maar wel mooi de reactie naar voren aan je been aanpakt. En zorg dat je dat been twee mondhoeken samen laat werken. Hè? Goed zo. Dus niet te veel eerst de een en dan de ander. Maar samen. Twee mondhoeken naar beneden. En wat een slim. Rij even de baan door, Tess. En dan ga je van de hand veranderen van de S zie je tussendoor naar P. En dan doe je voor de P, doe je de wissel eruit. Stoer hoor. Oh,
linkerkant mooi laag. Een beetje om je rechterbeen. Oeh. Hop, bijna. Even terug. Je mag weer van hand veranderen. Zorg echt dat je tussen je benen kaart ook verandert van hand. Hè? Dus als zij in haar lichaam linksom blijft galopperen, kan ze geen wissel maken. Ja. Dus je gaat daar echt bereidend naar die wissel om je nieuwe binnenbeen te zetten. Ja, goed zo. En weer niet in elkaar kruipen, hè? Keurig gereed. Leg de schouders naar links. Ja, blijf gevonden. Blijf gevonden. Blijf paardrijden. Blijf paardrijden. Linkerbeen terug. Doe maar door. Doe maar door. Goed zo. Ja, meisje. Goed zo. Oké, even stappen, hè? Ja, half. Hand laag en blijf rijden. Hand mooi laag. Ja, nog een keer je buik. Oh, braaf. Oh, en weer luchten, Tess. En weer luchten. Braaf, hou mooi recht. Goed zo. En dan niet te veel eraan hangen en je teen naar voren steken. Hè. Zorg dat je echt bewust met je been eraan blijft rijden. Een nieuwe bouw. Oh, hij komt. Zo. Zorg dat je wel je been eraan houdt, hè. Niet je been afsteken. Goed, keurig. Eén stap, Tess. Oké, hand veranderen, het hele rondje nog één keer. En dan ben je van af. Goed zo. Een armadillo bedoel jij? Hou je rug mooi lang. Heel goed gereden. Oh, blijf inwerken, blijf inwerken. Goed zo. Kijk verder, hè. Kijk wat je gaat doen. Ook al wordt het sterk. Blijf wel aan. Oh, niet met elkaar kruipen. Oh. Goed zo, keurig. Blijf rijden. Zo, Toby, je hebt hem ook al gezien, zeker? De angst. Braaf. Als het lukt met je rechterbinnen, met je linkerbinnen, met je rechterbinnen. Goed zo, meisje. Ja, braaf. Goed zo, wat is dat nou? Nee, echt wel. Goed zo. Goed zo. Laten we eens even kijken of ze naar beneden wil kijken. Zo dan! Nee? Gaan we het niet doen? Oei, ja! Goed zo! Linda! Kom dan maar meteen nog een keer! Als mama dan een beetje daar blijft staan, dan mag je het zelf doen bij het opzetje. Als je denkt dat ze twijfelt, geef je een tikje. Ja. Dankjewel, zo Linda. Terugzitten in het midden en toerijden. Terugzitten en toerijden. Ja, kom maar. Even goed gelopen, hè? Ja. Ik wil zeggen, het is wel heel, heel braaf allemaal. Even doe je tenen in de neus. Oh, mijn meisje. Kom je zo even aan de kant? Oh, mijn meisje. Het is een beetje te warm al. Mijn meisje, braaf! Goed zo! Lekker gelopen, Tess. Hartstikke goed, maar lekker uitstappen. Nou, het ging heel goed vandaag. We hebben ook weer een klein beetje de wissels meegepakt. En niet zozeer dat we het heel erg over zet vliegende wissels hebben. Maar wel mooi dat we dadelijk na de sprong gewoon een mooie wissel kunnen springen. Dat we niet weer terug hoeven naar de draf en naar de goede galop. We hebben best ook flink in de maat gesprongen. We hebben gewoon 90 centimeter gesprongen. Dus dat is hartstikke goed. En we hebben zelfs een mooi slootje gesprongen. Maar ze hoeft toch maar 80? Ja. Maar dat is wel eens leuk om ook te kijken of we wat hoger kunnen. Okay. Dat is eigenlijk hetzelfde als met de dressuur.
dat als we voor het B bezig zijn, dat we ook al een beetje, dat als we B gaan rijden, dat we een beetje kijken of we het L aan kunnen. Dus dat doen we met springen natuurlijk exact hetzelfde. Even kijken hoe het voelt om een gaatje hoger te springen. En slootje, die ligt er toch? Dus hè, waarom doen we het dan niet? En dat ging eigenlijk heel goed, hè? Ja. Beter als verwacht. Superleuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal en klik op het belletje als je deze video leuk vond. En dan zie ik je heel graag morgen weer bij een nieuwe zondagvideo. Doei!